Papa. Papa. Welkom bij onze avondroutine. Nu dus even de hond uitlaten. Welkom bij onze avondroutine. Ik dacht, ik ga een avondroutine opnemen samen met deze kleine meid. Jullie denken, wat zijn we ook weer aan het doen? Oh, ik ben een vaatwasser aan het uitruimen, maar mijn vrouw hier, die is daar niet zo mee eens. Die wil aandacht. Dus vandaar dat die hier even aan het rondhangen is. Die ga ik nu even de grond zetten en wat spullen op. Wow, pam. Met een nieuwe eierdoos. Alsjeblieft. Zo. Livia die heeft dus aandacht gehoord. Dus ja, ik ben ondertussen de vaatwasser aan het uitruimen. Dus ik dacht, ik ga ondertussen jullie even bijkletsen wat er deze week zoal is gebeurd. Ik ben ook helemaal buiten adem, maar hartstikke moe. Ik heb echt een paar hele slechte nachten gehad waarbij ik gewoon bijna niet geslapen heb. Dus ja, ik kan wel doorhebben dat ik echt moe ben. Maandag heb ik een rustige dag gehad. Ik heb wat pakketjes moeten ophalen. Onder een superleuke lopende pip die ik even ga aanzetten. Dit is deze. Die heb ik van iemand overgekocht. Hallo, ik ben Pip. Vind je mij ook lief? Zo leuk. Ik vind het zo leuk. De hond vindt het leuk. Maar mijn dochter ook, dus dat is mooi. Verder heb ik maandag niet veel gedaan. Gisteren heb ik eigenlijk een rustige dag gehad. Ik probeerde wat bij te slapen, want ik heb de hele nacht niet geslapen. Dat bijslapen is niet echt gelukt. Mijn dochter die wilde gistermiddag totaal niet slapen. Dus ja, toen ben ik ook maar wakker gebleven. Dus dat was iets minder. Maar goed, nu zijn we een ruime 24 uur verder. Ik heb vandaag weer niet bij kunnen slapen. Wat ik vandaag wel heb gedaan is... Toen moest ik ze even allemaal afdrogen. Wat ik wel heb gedaan vandaag is boodschapjes gedaan en mijn nagels laten doen voor mijn werk. Die zijn denk ik super kort. Voor mijn doel zijn ze normaal altijd echt wel tot hier zo ongeveer. Echt wel lang. En ze zijn nu denk ik heel kort. Ja, ik moet over anderhalf week werken. Ik heb volgende week natuurlijk mijn verjaardag, feestje, dus... Ja, feestje. Valt wel mee. Maar ik ga natuurlijk ook een paar dagen weg. Dus ik wilde nog wel even iets wat leuks doen. Dus vandaar dat ik wel voor neutraal en kort ben gegaan. Maar nog wel wat leuks. Want volgende week begint mijn werkweek. En daar ben ik heel blij mee. Daar kijk je ook echt serieus heel erg naar uit. Ik ben er klaar mee om thuis te blijven hangen. Het is tijd voor gewoon weer lekker wat werkzaamheden, lekker uit huis. Dus ik heb ook niet meer thuis gebakken. Daar ben ik ook niet vrolijk van, kan ik zeggen. Ik vermaak me echt prima thuis, hè, daar niet van. Maar ja, het is gewoon niet echt mijn ding om heel de dag thuis te zitten. En dat gebeurt nu wel en dat vind ik af en toe echt wel heel lastig. Dus ja, ondertussen... Ben ik ervan, was dus aan het leeg gegaan, maar Tom komt zo meteen naar huis. Dat had ik niet verwacht. Daar had ik eigenlijk ook niet op gerekend. Maar ik heb uiteraard gewoon eten voor hem. Maar de hele week is Tom dus al niet thuis geweest. Dus ja, ik ging er ook niet vanuit dat hij nu thuis kwam. Maar dat komt hij dus wel. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer stiekem een beetje fijn. Dat hij toch wel thuis komt. Ik vind het ook wel leuk dat Tom thuis komt. Dat betekent wel dat ik lekker vroeg naar bed ga. In ieder geval. Ja, voor de rest
eigenlijk niks te melden. Maar ik ga je lekker meenemen deze avond. Ik ga verder mijn keuken opruimen. En dan zie ik jullie daarna weer terug. De keuken is opgeruimd. Er staan hier nog twee dingetjes. Want ik moet Tom zijn eten zo meteen nog wel even doen. Ik ga gelijk even de kalender doorkrijgen. Ik zie dat ze echt gewoon een hele hoop bergen achterlopen. Zou ik hier nou precies een pen hebben? Ja, die heb ik wel. Dat is fijn. Even kijken. Die hebben we gehad. 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 En dit is dus vandaag. Die hebben we ook gehad. Deze gaat morgen niet door. Donderdag. Nou, donderdag eigenlijk niks. Lekker rustig. Er staan nog een paar dingen. Dat is voor Tom zo meteen, want die moet nog eten. Even Livia de bordje in de la doen met al haar bordjes en bestek. Hoppatee. Pip is omgevallen. Dus zo doen, daar ben ik een beetje aan het opruimen. Ik heb daar nog een wasmand staan die moet opgevouwen worden. Ga ik zo doen. Ik ga even plassen. En dan ga ik alvast alle spullen van Livia voor de avond klaarzetten. En dan ga ik de was doen. Maar ik ga eerst even plassen. Zo, dat is ook weer gebeurd. Ik ga eerst de was even opvouwen. Dan heb ik dat gehad. Dat was ook degene waar ik het meeste tegenaan kijk. Daar heb ik namelijk niet zo heel veel zin in. Maar het moet wel gebeuren. Dus dat gaan we nu eerst even gaan doen. Leuk shot zo. Ik ga even de handdoeken wegleggen in het kastje. We hebben alle handdoeken dus onder de grootsteen liggen tegenwoordig. Sommige mensen vinden dat een beetje raar. Ik vind het tot nu toe nog steeds heel fijn. De kleine handdoekjes aan de ene kant en de grote handdoekjes aan de andere uit. Even alles weer op orde leggen. Het ligt ook echt wel lekker door elkaar heen. Ik moet zeggen, ik heb een man die het niet zo netjes kan laten liggen. Dus het is altijd wel weer even een ding om het netjes terug in de kast te krijgen. Het is een grote handdoek. Dit is ook een grote handdoek. Dit is ook een grote handdoek. We waren echt door de handdoeken heen. Dit is ook een grote handdoek. Dit zijn washandjes. Hoppatee. Kastje weer. Dicht. Er ligt hier nog een handdoek op de grond die de was in kan. En de washand. Die heb ik gisteravond gebruikt voor de grond toen ik aan het douchen was. Dan gaan we over naar het washof. Ik heb hier de droger. Die moet nog aan. En ik heb hier nog natte was. Dat wilde ik dus erbij stoppen in de, ja dit is redelijk nog nat, in de droger. Want wat nu uit de wasmachine komt zijn driekwart alleen maar babykleertjes en handdoeken. Dus ik heb straks wel een grote wasmachine. Deze kan er wel weer uit. Die is wel droog. Soms droogt onze droger goed. En soms droog je echt wat minder, dus het is wel altijd even kijken hoe en wat. Die kwam uit mijn tenen. Er is echt wel veel kinderkleren wat erin zit. Maar we zijn echt zo goed als door de rompers heen. Ze heeft ze nu echt wel echt goed versleten. Dus ja, dat merk je dan ook wel. In de was. Hoppatee. Dan gaat de droger op. Strijk droog met antikreuk. En aan. Let's go. Dan is dit hondje gelijk aan de beurt. Dat is natuurlijk niet een dagelijks ding wat ik doe. Maar het is wel nodig. Even de hond eten geven. Hoop. Tenminste, het is wel een dagelijks ding. Maar niet dat ik eerst de was doe. Dat bedoel ik niet meer te zeggen. Uiteraard
krijgt de hond gewoon iedere dag netjes zijn eten. Je moet even een nieuwe vaatdoek hebben. En er zit wat vies op de prullenbak. Ik wilde namelijk koelkast zeggen. Wie had dat door? Er zit een treat op de prullenbak. En daar kan ik niet tegen. Ik kan niet tegen vieze vlekjes. En zo. Dat is dat. Doe het uit. Doe het in de kast. Hoppatee. En zo. Nou, het droger staat aan. Die was van ons. Die ruim ik zo op. En even de tafelpolish opruimen. Dan is alles helemaal strak. In de stoel ga ik even inklappen. Ik ga het opruimen. Ja, ik ga net mijn dochter is thuis. Ik nooit afdeed. Maar nu ben ik het per dag aan het uitzoeken. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. En ja, past ook beter bij de outfit film. Normaal stijl toen ik altijd mijn haar dat ik heb gedoucht. Maar ik was dus later. Ik heb dus even een vlog opgezet van ja, dan was ik al een koffie gezet. Ik ga gewoon lekker even te zitten. Mijn haar wassen. En dan het werd zo stil in die box. Dus ik dacht, hè, kom dat nou? Ik zit dus in slaap. Ik zit echt een beetje aan het dwingen en ze is morgen. Ze slaapt 's morgens niet meer. En ze slaapt ook 's middags gewoon heel kort nog, maar ze slaapt geen hele middag meer. Ik weet niet waarom. Misschien dat ze dat voor de eigen nodig heeft of zo. Dus ze is dus veel wakker. En dan merk je wel dat ze rond na het avondeten echt wel even een dip heeft en in slaap valt. En zo meteen is ze weer wakker en dan zit ze weer vol energie. Maar ik merk wel dat ze dat af en toe echt wel even nodig heeft. En dan gewoon in slaap valt. En dan gaat ze even een dutje doen. En dan wordt ze zo meteen wakker. Dus dat geeft mij mooi nu even tijd om een bak koffie te drinken. Ik kan je wel vertellen, deze tijd heb ik niet iedere dag. Ik heb wel zelf een cafeïne vrije koffie. Want als ik s'avonds aan de koffie ga, de cafeïne koffies, dan komt het niet helemaal goed met mij, kan ik je vertellen. Maar ja, ik vind dit dus wel heel schattig dat ze even in slaap valt. Ja, ik zeg, dat geeft mij een mooie tijd om nog even wat dingetjes te doen. En in dit geval even een bak koffie te doen, want er is niet zoveel meer te doen. Dus dat is altijd wel even lekker. Goed, het kleine meisje wat zojuist in de box lag, werd echt net huilend wakker. Dus die heb ik naar bed verplaatst, luier verschoond. Flesje gemaakt en die ligt nu in de bed een flesje te drinken. Dit krijgt ze iedere avond een flesje in de bed voordat ze gaat slapen. Dus ze drinkt ze eigenlijk in slaap. Uiteindelijk, als wij op de camera zien van joh, hij is leeg of ze slaapt, gaan we zachtjes het flesje halen, nemen we hem mee, wassen we hem af. Dan kan zij lekker verder slapen. Ik moet zeggen, het werkt goed, dus daar ben ik blij om. Ik ga zo dit hondje uitlaten. De vaatwasser ondertussen aan. Dit hondje is een beetje luier. Ik moet zeggen, ik ben ook redelijk luier aan het worden nu. Ik ben oprecht echt heel erg moe. Dus ik ga een beetje de boel recht trekken voor hoeverre dat nu nog moet. En dan ga ik de hond uitlaten. Het is nu precies 7 uur. Volgens mij is het echt precies 7 uur. Oeh, nog 2 minuten. Die klok loopt 2 minuten voor. Dus het is nog even wachten tot 7 uur is. En dan ga ik met deze tenminste die 2 minuten maakt niet uit. Maar dan ga ik de hond uitlaten. En dan denk ik lekker bank hangen. Want deze hond is redelijk moe. Tom komt zo meteen thuis. Dus ik moet zo meteen Tom zijn avondeten nog eventjes klaarmaken. Maar ik ben oprecht echt wel heel erg moe. Oh. Over Tom gesproken. Die belt nu precies. Hallo! En slaapt Uki nog steeds in de box? Nee, die slaapt nu in bed. Ondanks dat Tommy hier lekker bij mij ligt en ik met alle liefde ernaast zou willen gaan liggen en slapen, ga ik toch even overeind.
Dan heb ik nog een paar slokken en gaat mijn mobiel in de lader, want die is zo goed als leeg. Deze hond is echt kleef aan, daar word je eng van. Dat is af en toe echt wat ik denk van, waarom doe je dat? Dus, mijn mobiel gaat aan de lader. Dat is echt wel even nodig, want die is echt zo goed als leeg. Die leg ik trouwens gewoon lekker op mijn eigen kantje neer. Dus die gaat aan de stekker. Doen we het makkelijk met één hand? Ja, wel niet. Die laat op, dat is mooi. Ik ga ondertussen de hond uitlaten. En de ene keer neem ik mijn telefoon wel mee, de andere keer niet. In dit geval nu niet. En dat is ook niet zo heel erg. Mocht je trouwens denken, ben ik net ergeven, want u loopt met een dikke jas aan. Ja, het is nu niet zo heel erg warm. En er staat wind. Dus dan vind ik het soms wel lekker om gewoon even deze lekker open aan te doen. Moet kunnen, toch? Nu dus even de hond uitlaten. En daarna ga ik weer lekker naar boven. En ga ik een paar dingen opruimen nog. De was op ons bed even opruimen. Kleding voor mezelf voor morgen klaarleggen. En dat soort dingetjes. Tijd gezien Tom nu nog niet thuis is, hij is zometeen wel onderweg naar huis, maar nu nog even niet, om even een mop door de kamer heen te halen. Dat doe ik s'avonds altijd, even een droge en een natte mop. En dan puur de woonkamer, dat neem ik nog wel even gewoon mee, maar niet alle kamers. Maar het is gewoon dat als ze morgen hierheen gaat rondbanjeren op de grond, dat ze dan wel gewoon lekker schoon heeft onder zich. Ondertussen is de droger ook bijna klaar. Dus dat is allemaal mooi. De avonden zijn bij ons eigenlijk nooit echt rustig. Vaak is het 's middags voor mij het rustigst als Lydia slaapt. En dan pak ik zelf vaak ook gewoon even een uurtje rust. Of ik doe in ieder geval even niks. En 's middags is het wel echt een druk ding. Hier even je schouderbox recht zetten. Alle speelgoed even aan de kant. Dat ze morgen gewoon weer lekker in haar boxje kan. Echt nog een fles met sap die ik zo even ga omspoelen en afwassen. En terug ga hangen. En dan is dat het zo'n beetje. Dus in ieder geval de vloer weer globaal schoon. De telefoon is aan het opladen. En ik begin nu altijd rond een uur of 7, 8 echt aan mijn tax te komen dat ik moe ben. Dus ik probeer, ongeacht of Livia wel of niet op bed ligt, altijd dat wel eventjes voor een uur of 7 à 8 te doen. Dat het klaar is, hoef ik daar niet meer om te kijken s'avonds. En dan is het wachten tot het droog klaar is, is over 2 minuten klaar. Dan check even of die droog is. Ik verwacht het niet, er zit best veel in. Dus dan gaat hij zo nog even een klein half uurtje aan. En dan ga ik daarna nog was opvouwen vanavond. En daarna dan zou ik denk ik buiten Tom zijn avondeten niks meer doen. Ik ben echt wel moe aan het worden. Ik hoop morgen ook wel even lekker een rustig dagje te hebben met gezin. Het meestal met Tommy en met Livia samen. Dus ja, ik probeer mijn rust lekker te pakken. Begin ik moeten worden? Redelijk. Dus ja. Tired. Ik heb een leuk berichtje. Ik heb een verjaardagscadeautje gegeven aan mijn nou, stylist. Die is dezelfde dag jarig als dat ik jarig ben. Superleuk. Dus dat is wel heel grappig. Dus die heb ik nou voor de beurt. Die heeft ze nou binnen, dus dat is wel leuk om daar nu antwoord op te krijgen. Goed, ijsjes op. Ik
kind slaapt. Was is nog niet droog, dus dat zit er voor vandaag niet in. Maar ik ga wel nog een bak koffie zetten. Nog een bakje drinken. En dan lekker mijn gemak houden. Ik ben het huis in de Wish aan het kijken. Zo grappig om het allemaal na jaren weer terug te zien. Dus dat is wel heel leuk. En Tom is nog steeds niet thuis. Dus ondertussen 8:30. Ik vind het heel irritant dat hij dan zo laat thuis komt. Ja, hij kan er zelf natuurlijk ook gewoon niks aan doen. Maar ik vind het wel vervelend. Ik verwacht nu zometeen ook geen spinazie. Mijn hoofd staat er ruim ik zo op. Ik praat zometeen wel stukken vlees eten. En ik ga in ieder geval lekker even een pyjama aantrekken en een badjas. En dan lekker op de bank hangen. Met een bak koffie. En dan zijn mijn taken voor vandaag lekker gedaan. Goed. Ik ben lekker omgekleed. Ik heb kleding voor in de was. En ik vond een onderbroek tussen de was. Die kapot was. Dus ja, dat kan dan gelijk. Footsie. Dit doe ik in de wasmachine. Die is klaar, maar... nog niet helemaal droog. Dus morgen gaat de rest aan. Ik ben heerlijk omgekleed in mijn... shiny... pyjama. Een bakje cafeïnevrije koffie. En dan ga ik lekker voor de tv huis en hoefjes kijken. Voor lang voorhouden, voor mijn ogen dichtvallen. Want ik ben oprecht echt belachelijk. Maar ik ga zo ook even starten met mijn medicatie. Ik moet er namelijk al een hele lange tijd medicatie innemen. Maar ik ben er nog steeds mee begonnen. Dat ik een beetje bang ben dat het weer onrust gaat geven. Maar het zou wel moeten. Dus dat gaan we ook doen. En het is ochtend. Ik heb gisteren niks meer gefilmd. Redelijk verder. Niks meer gebeurd. Tom is thuis gekomen. Ik heb dus niet zoals gebakken. En hij heeft gegeten. Ik ben naar bed gegaan. Ik heb amper geslapen vannacht. En heb mijn medicatie begonnen. En het was drama. Maar er is hier een klein meisje wakker. Hallo? Slaapkopje. Even de gordijntjes open. Hey. Goedemorgen. Hallo, lieve schat. Oh ja. Papa. Oh, je zegt me echt na. Papa. Oh, je zegt me echt na. Wat leuk. Ta-ta-ta-ta-ta. Papa. Livia. Livia. Goed zo, papa. 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 Pak Tommy. Pak hem. Kom, stoppen. Pak hem. Nou, Olivia zit in de box. Die heeft een flesje. Ik ga Tommy uitleggen. Tommy. Goed, ik heb even een beetje opgeruimd en ik ga nu
even met Livia een pakketje ophalen voor mijn moeder. En daarna ga ik bananenpannenkoekjes maken voor Livia. En gaat ze daarna lekker naar bed. En dan ga ik daarna denk ik ook even slapen. Dus ik eindig hier gelijk even de vlog. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En ik zie je heel snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg!